Goed, vandaag teachers en meisjes, ik hoop dat jullie goed gestudeerd hebben. Nee? Rebecca? Zoals je weet, spieken is nul. Veel succes ermee. Rebecca, Diana. Je kent de afspraak. Spieken is nul. Kom, geef maar af. Welk spel heb je? Ik heb nu juist een nieuwe drug binnen, dat noemt Bram Schuur. Het is nog redelijk goede drug, moet dat even doen. Ja, even maar. Ja, maar het is wel nog redelijk duur, maar mijn eerste shot is gratis. Gratis? Ja, oké. Dan even staan dan. Ja. De liefste. Gratis. Zou je dat wel doen? Ja, natuurlijk. Gratis. Nee, oké, maar. Zeg dat nu niet. Kijk, als je de spuit moet dat proberen, alsjeblieft.
staan mensen aan dat. Ik heb geld nodig. Maar waarom voor nu? Ik heb je voor de week nog maar 50 euro gegeven. Ja, maar ik heb gewoon geld nodig. Oké, ja, het is goed. Maar wel. Maar het wordt hier voor de laatste keer. Ja, maar. Ja, ga maar. Ja, dokter, de laatste tijd voel ik precies dat er, ja, mijn lichaam klopt precies niet meer zoals van tevoren. Ik weet niet dat het komt, maar vroeger liep ik zo hard, ik was een van de betere van mijn klas dan nu. Er klopt gewoon iets niet meer, ik weet niet meer waarom. Oké, laat me eens controleren. Oké, ja. Nee, mantel. Ja, twitte vlekken. Wat wil je het zeggen, dokter? Dat hoeft niet precies te zijn. Maar heb je gemerkt dat je fysiek wat minder is? Ja, zoals ik al zei, bij het lopen lukt het niet meer zoals vroeger. Mm-hmm. Mm. Ik wil wat bloedstalen afnemen. Gewoon om te zien of het echt iets is. Oké. Nu meteen of moet ik daarvoor terugkomen? Kom maar terug. Oké. Ja, dat is goed voor mij, dokter. Wanneer juist? Kan je binnen 2 weken? Ja, geen probleem. Dat is goed voor mij. Oké, dank u wel, dokter. Hallo, dokter. En, hoe voel je je? Oh, ik voel mij wel al iets beter, maar toch zenuwachtig voor de uitslag van mijn bloed. Wel. Laat ons zeggen, je blauwe troepen zijn aan het verliezen. Maar dat is niet zo erg, want als we witte troepen toevoegen, dan kunnen we het weer beter maken. Oké, maar ben ik dus seropositief of zo? Ja. Maar maak je niet ongerust. Er zijn nog troepen die je kunt inhalen en ze geven zich nog niet over. Oké. Dus ja. Dus, ik moet wel een paar belangrijke vragen stellen. Heb je ooit het lastenmeesterschap gehad? Nee. Het is wel belangrijk dat je de waarheid vertelt. Weet je het zeker? Oké, jawel, 1 keer, maar... Ja. Ja, 1 keer denk ik, ja. Maar deed het fijn? Ja, we hebben het verder gedaan. Dan denk ik dat ze niet van haar loopt. Oké. Ja, ik zal je dan maar eens uitzoeken, oké? Dat zou goed zijn van u, dokter. Dank u wel, dokter. How to say how.
Philippe! Hallo, is dat met de ambulance? Ja? Mijn beste vriend Philippe ligt hier in het achterpark. Hij is helemaal buiten bewustzijn. Zou je zo snel mogelijk een ambulance kunnen sturen? En hoe was het in Brussel? Oh ja, ik heb helemaal niet mee. Allemaal leuk. Maar ja, ik had ze niet gekregen. Ja, wat heb je allemaal gekocht? Om een micro, dat is dan niet. Ik ga je laten, is het goed? Oké. Sorry. Sorry. Hey, heb je even tijd? Ja. Oké, dan gaan we even wandelen. Ja, weet wel. Ik heb een tijdje niets meer van mij laten horen, gewoon omdat ik had al zoveel pijn, mijn familie had zoveel pijn. Maar dat wil niet jij, dat is serieus. Ik wil je die pijn ook besparen, dus ja. Maar nee, dat is helemaal jij, weet wel. Ik zie mijn hart tegen. Maar ik u ook, maar dat was gewoon een probleem. Ik kon je dat ook niet aandoen, wat ik eigenlijk heb meegemaakt en zo. Dus. Maar ik ben er voor. Heerlijk. Ja, het maakt me nou altijd niet erg. Ik wist niet eens dat ik iets had en ik dacht dat ik het zou besmetten en alles kwam met elkaar uit. It's the price I guess for the lies I've told, that the truth it no longer thrills me. And why can't we laugh when it's all we have? Have we put these childish things away?